16 geslaagden van de Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, hebben gisteren hun diploma in ontvangst genomen. Rabin Buddha, directeur van de SHTTC, zegt dat het harde werk eindelijk is beloond. Hij weet dat de gevoelens bij iedereen anders zijn, maar jullie hebben tenslotte allemaal je diploma in handen, zegt Buddha. Ik hoop dat jullie een leerrijke, leuke tijd hebben gehad bij de SHTTC. Vandaag is het een grote dag voor de SHTTC en de toerisme sector, maar ook voor Suriname als land, omdat wij de eerste diploma's gaan uitreiken aan de geslaagden van de MBO toerismeopleiding met 4 specialisatierichtingen, te weten tour operating, voeding en drank service, front office en leisure en resort management. Er worden wel toerismeopleidingen verzorgd, maar deze opleiding is speciaal op maat gemaakt en het is competentiegericht. Daarover straks meer. Deze opleiding duurt 3 jaren en is het resultaat van een twinning tussen de SHTTC en het ROC van Amsterdam. Na een gedegen voorbereiding van 2 jaren zijn wij in oktober 2015 gestart met de opleiding. De directeur benadrukt dat de opleidingen competentiegericht zijn. Dus de studenten worden specifieke kennis, vaardigheden en attitude bijgebracht. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel werkers een verkeerde beroepshouding hebben, zegt Buddha. Daarom wordt er extra aandacht aan de attitude besteed. Wij van de SHTTC zijn blij en trots op uw succes. Vanuit de SHTTC verzorgen wij competentiesgerichte opleidingen en trainingen om zodoende de toerisme- en hospitality sector, of zo u wilt de horeca sector, te voorzien van competente werkers die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de producten en diensten worden verbeterd. Naast de MBO-toerismeopleiding hebben wij ook de koksopleiding en diverse korte opleidingen in stad en districten. Bij de koksopleiding is de 6e groep aan het afronden. Zij lopen ook stage in Suriname en in het buitenland. Dit jaar hebben we een heel grote groep. 13 studenten van de 32 gaan naar het buitenland voor een stage. Een deel gaat naar Curaçao, Nederland, Amerika, België en Trinidad. Rabin Buddha, directeur van de Suriname Hospitality and Tourism Training Center. Hij sprak gisteren bij de diploma-uitreiking aan 16 geslaagden. De uitreiking vond plaats in het gebouw van de SHTTC aan de Gravenbergstraat.